And they called it puppy love. Oh, I guess. Uitgeput is ze. En dat is niet zo vreemd, aangezien ze 18 puppy's op de wereld heeft gezet. Een makkelijke bevalling was het niet. We merkten dat de bevalling begonnen was, maar het vorderde niet. En ze begon, ze kon niet meer echt gaan liggen en op een rare manier hijgen. En ja, ze gedroeg zich gewoon anders dan dat een normale hond zich gedraagt als die bevalt. En toen bleek dat de baarmoeder gekanteld was, waardoor de pups er niet uit konden. Dus ja, de keizersnee was de enige optie. Someone help me. Met zoveel broers en zusjes is het een uitdaging om een vrije tepel te vinden. Kan moeders het allemaal aan? Nee, dat lukt niet alleen. Nee, ik denk dat je echt moet verwachten dat van de 18e zal je er toch elke dag een flink aantal moeten gaan bijvoeren. Maar ja, dat is het risico van het vak en dat doen we met heel veel plezier en liefde. Moeder Tika is politiehond. Waken zit in haar genen. Criminelen kunnen dus beter uitkijken als deze pups straks volwassen herdershonden zijn. Dus er zullen er een aantal naar Amerika gaan om als speurhond te worden opgeleid. Er worden een aantal hier in Nederland als politiehond opgeleid. Dus ze gaan aan het werk straks. Ze gaan straks de wereld veiliger maken.